Een groot deel van de 20e eeuw is Nederland in de ban van de verzuiling. In zo'n verzuilde maatschappij leven bevolkingsgroepen behoorlijk gescheiden. Zo zijn er bijvoorbeeld protestants-christelijke en katholieke Nederlanders. En die komen elkaar nauwelijks tegen. Als jouw ouders toevallig katholiek zijn, dan word jij gedoopt in de katholieke kerk, je speelt bij de katholieke voetbalclub en leest daarna de katholieke krant in de rij bij de katholieke bakker. Doe maar een hostie. Naast de religieuze zuilen staan nog een arbeiderszuil, een algemene zuil en nog wat bijzuiltjes. En die verzuiling komt voort uit de opkomst van het christelijk onderwijs en de invoering van het algemeen kiesrecht. Hierdoor gaan mensen zich meer en meer verenigen op basis van levensovertuiging of geloof. Vooral de gelovigen vinden het eigenlijk wel knus in hun eigen fijne zuiltje. Geen last van al die rare ongelovigen. De verzuiling is eigenlijk de filterbubbel van de 50's. Vanaf de jaren 60 beginnen de kerken leeg te stromen en hangen de mensen meer en meer voor de tv. Alle zuilen hebben natuurlijk ook hun eigen omroepen. Maar ja, als de katholieken vanavond niet uitzenden, dan kijken we stiekem toch een keer naar de arbeiders. Langzaam maar zeker brokkelen die ooit zo mooie zuilen af. Zo raakt Nederland ontzeild, maar ook weer ontzettend gezellig. Abonneer je op De Cliphanger en je hoeft er nooit meer een te missen. Dat is toch helemaal toppie?